De zorgen van de campinggasten zijn niet nodig, zegt David, die de groep orthodoxe Joden vertegenwoordigt. Hij wil zijn naam om veiligheidsredenen niet volledig noemen en onherkenbaar in beeld worden gebracht. I think it's not safe, if to be completely honest, to be helping to this group. There is a few type of people that would not like it. First of all, it's the people that of course running after the rabbi. And the other part, it's a group that came to Zealand of a Dutch local that came to beat the group. And I don't want to be recognized as someone that they want to beat. Vrijdagavond was de commotie groot toen de groep in Susteren neerstreek. Een groep van zo'n 250 Joden veroorzaakte veel onrust op het park. Maar kijk, ze lopen overal al, hè? De kinderen. Ja, want die zijn de hele dag zijn die vrij natuurlijk nou. Dus wat moeten die doen de hele dag op dat park? Ja, gisteravond zijn ze bij ons gewoon door de tuinen heen gelopen en hebben geurineerd. Ik bedoel maar, ik heb anderhalf uur geleden gekeken en dus waren ze aan het bidden en nu nog. Dus ik weet het ook niet. Het doet David pijn dat de orthodoxe Joden met hun rabbijn Eliezer Berland vaak negatief worden ontvangen. De problemen in Zeeland waren volgens David slechts de gevolgen van een uit de hand gelopen feestje. De groep vierde daar het Joodse feest Purim. I will equivalent to a King's Day. How loud the Dutch are on King's Day. How many beers they drink on a football game. How much noise they do then. So it's not a difference. It's a human that's celebrating their holiday. And maybe people less open to see that because they dress black. Ondanks de beschuldigingen in Israël blijft de groep vierkant achter hun leider staan. De rabbijn heeft honderdduizenden volgelingen die in wisselende samenstellingen naar Nederland komen. Yeah, there is other groups that will come to be with him and to show, give him power and to show him that even though some people are running after him, there is still many people that are for him. De orthodoxe Joden zijn in Susteren om Pesach, het Joodse paasfeest, te vieren. Volgens de parkmanager is de groep over 3 weken weer vertrokken.